Je weet het meteen. Hoe ben jij uh, begonnen met schrijven en waarom heb jij gekozen voor dark fantasy? Ik lees eigenlijk al heel mijn leven fantasy, dus voor mij was het een genre waar ik heel erg ja, in thuis ben. En uh, ik vind het leuk om op deze manier in een soort middeleeuwse samenleving actuele uh, maatschappelijke issues te beschrijven. En hoe ben jij in contact gekomen met deze uitgever eigenlijk? Nou, ik was nog bezig met mijn manuscript. Dat was eigenlijk nog lang niet af. En ik wilde gewoon weten waar ik stond. Dus ik heb twee uitgevers benaderd. En Rian en Celtica. Die vond ik op internet heel actief. Sprak me heel erg aan. Klein en gepassioneerd. Ik dacht daar ga ik het als eerste proberen. Dus uh, Rian was mijn eerste keuze. Jouw eerste boek gaat Nachtval heten. Heeft dat ook een specifieke reden waarom het Nachtval gaat heten? Of was het gewoon een naam die in één keer in je opkwam? Nee, het heeft een specifieke reden. Het gaat uh, op de achtergrond over een uh, wereld die langzaam uh, aan het instorten is... en waar een soort zonsverduistering uh, uh, zich afspeelt. Dus vandaar Nachtval. Een tweede uh, reden is dat het een, uh, een naam is van een science fiction boek uit de jaren 50. Een novelle eigenlijk van Isaac Asimov. En ook die gaat over een zonsverduistering. Dus vandaar dat ik het leuk vond om uh, daarnaar te linken in de titel. Um, ja, jullie kwamen mee in contact met uh, Bas. Hoe, hoe vonden jullie dat? Um, nou, het eerste wat ik binnenkreeg van Bas was een, uh, een, een kort stuk van zijn verhaal van Nachtval. en een synopsis. En die synopsis die was gewoon zo goed beschreven. Daar stond echt zo duidelijk in waar die hele serie over zou gaan. Tot ik eigenlijk gelijk enthousiast was. En nu hebben jullie dan een contract ondertekend. Hoe vinden jullie dat Bas nou bij jullie is gekomen? Nou, ik ben heel blij met Bas. Uh, allereerst is het altijd heel fijn om een schrijver te hebben die heel goed zichzelf uh, kan uitdrukken. Dus. Uh, uh, die ook heel goed is in de Nederlandse taal, waar weinig redactie voor nodig is, maar die ook heel goed zijn verhaal kan brengen, direct al. Dus. Uh, ja, het is gewoon een aanwinst. Iemand die zelf al in de communicatie zit, die, die moet dat gewoon goed kunnen. Ja. Hoe zie je dan verder nog de toekomst of kijk je daar nog niet echt naar? Nou ja, kijk, ik denk dat het droom van iedere beginnend schrijver is dat hij ooit eens zou kunnen leven van, uh, van het schrijven, uh, maar dat uh, zal nog wel even duren. Dan moet je echt een, be een bestseller uh, op je naam hebben staan. Vooralsnog ben ik gewoon hartstikke blij dat me, ja, mijn eerste roman meteen uh, het doel treft bij een uitgeven. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon een droom die uitkomt.